Oh, er ging iets mis vanmorgen, dus ja, ja. Dat moet je wel, hè? Ja. Oh, er zoveel negatieve dingen over Gerben. Ja? Echt een make-up, hè. Je kan zoveel beter krijgen. Hij is echt lelijk, allemaal dat soort dingen. Ja. Oh man, dat. Oké, dank je. Maar we hebben het gewoon naar ons zin. Ja, nee, je moet echt niet doen. Echt zonde. Even ja. Zo. Ja. Maar trek je er wat van aan? Nee. Alleen Lex ook weer gisteren. Ja, en hij stond met Amy op de foto. En hij was echt heel intiem. Dus je moet er echt goed over nadenken. Je moet echt niet meer doen. Hij vindt je niet leuk. Zo. Wat zo, joh. Dat is nog een jaar. Dat weten we. Ja. Ja? Ja. Het wel leuk gehad? Ja. Gelukkig. Ja, heel leuk. Hé, hey, je hebt geen... Ik heb helemaal niks aan. Ik kom zo mijn bed uit. Oké. Dat wel. Ik dacht, dat is wel heel vies, hè? Meer. Zullen we vandaag naar een begroting en zo gaan kijken voor de 23e? Ja hoor. Ja? Even kijken wat de bedoeling is, een plannetje maken voor artiesten en zo. Ja. Gewoon zoveel zin in de komende tijd. Ik kan gewoon niet wachten om Utopia te winnen. Want ik ga poepen. Binnen. Yeah. Dank u. Ja. Merel, de eerste vrouwelijke utopiaan, die wint. Yeah. Nadat ze iedereen heeft weggespeeld. En jij gaat naar huis. En jij gaat naar huis. En jij. En jij. En jij. En jij. En jij. En jij. En dan blijf ik over in mijn eentje. En daarna ga ik naar mijn moeder. Yes! En naar Denzel. Yes! En naar mijn kleine kinderen. Yes! Yes! Kan niet wachten. Oh, ik word helemaal baldadig van. Oh. Ik kan niet wachten tot hij begint, Poes. Oh, het wordt zo leuk. Hè? Ik hoop het ook. Ik kan gewoon echt... Het komt echt door gisteren gewoon ook helemaal power daarvoor hebben. Dat gewoon iedereen naar huis sturen. En dan hoop ik echt dat we inderdaad met z'n vijven overblijven. Dat we nog zo'n heel klein stukje terrein hebben. Dat we alles kunnen verkopen. Dat je op een gegeven moment denkt... Ja, gaan we maar buiten slapen. Ja. Of we huren maar een kraampie bij Jos. Ja, ik vind het goed. Dat is toch lachen, man? Ik ben man. In.
Het lijkt me echt super gaaf. Gewoon echt met de leuke mensen. Ja? En de positieve mensen en de lol mensen. En ja, daar kan ik ook echt niet op wachten. Ja, ik heb daar echt zoveel... Als ik nu zo kijk, wat mij betreft mag alles weg. Ja, ja. Dat je desnoods alleen de Chile houdt en dat je daar slaapt. Ja. Dat is toch geweldig. Leggen we een paar matrassen neer. Ja, joh, kan mij iets schelen. Al leggen we geen matrassen ja, neer. Ja, ik vind het goed. Als ik het maar meemaak. Echt, ja. Je mag alles van me hebben. Wil je mijn kleren? Echt, neem al mijn kleren. Het maakt me geen reet uit. Moet je mijn oorbellen hebben? Hoi hoi. Mijn make-up. Ja. Blijf ik zo wel. Lopen. Nou. 2 maanden lang. Prima. Echt, ik heb er zo zin in. Oh, ik ook. Ik liep gisteren met Lex samen over het terrein en niemand was er. Iedereen was weg of zo. Ik weet niet waar ze waren. En wij liepen zo. Ik zeg, jezus, wat een rust. Heerlijk, weet je wel. Het was echt zo leuk. Ja, ik had dat vanmorgen. Waren we met z'n drieën wakker. Het zat ik zo rond te kijken zo. Ik dacht, het zou toch gewoon geniaal zijn. Ja. Dat je hier dadelijk gewoon nog met een heel klein groepje zit. Ja. En dat alles weg is. Ja, of dat... Dat je wordt gemaild. Ja, we willen graag jullie boot op. Ja, kom maar. Ja, kom maar. Ja, de poort is open, alsjeblieft. Ja. Neem me mee. Oké, waar gaan we nu slapen? Ja, Plato. Ja, nee, dat lijkt me ook echt leuk. Ja. Ik heb echt zin in die tijd gewoon. Weet je, geen gezeik van al die anderen. En gisteren ook weer Milan. Want ik kan iedereen wel schieten. Nou, toen ben ik gelijk weer weggelopen. Ik voelde me zo ondankbaar. Ik dacht, ja, bij jou snap ik dat zeker. Ja, echt. Zoveel voor haar gedaan. Ja, dat heeft ze zelfs nog in een magazine geschreven. En nu zegt ze ja, dit. Ja, daarom. Ja. Echt. Nou, ik ga lekker naar het wc'tje. Ga jij lekker roken, meid? Oké, wijfie. Geniet ervan. Hoi, hoi. Hoi, hoi.